Goedemorgen. Dag 4 van het trainingskamp. En voor mij de laatste actieve dag van het trainingskamp. Vandaag staat weer de beklimming van de Alpe d'Huez op de agenda. Samen in ieder geval met collega Arie Plugge. En misschien nog met wat anderen, maar dat horen we straks wel. Nu even op weg naar de bocht in de Stuurdam. Om daar even wat filmbeelden te maken van de collega's die voorbij kwamen stuiven. Want het is toch wel een mooi gezicht als we met het treintje met z'n allen naar het ontbijt gaan. Ik zie jullie later. En daar komt de Schubert-bus aan. De bus van wielrenners wel te verstaan. Martijn. En daar komt... Het is een geleden bus, merk ik. Ah, die ging echt niet op volle snelheid. Zo. Op naar het ontbijt. Mijn auto staat daar in de verte bij die witte camper. Dus ik heb nog even te wandelen. Zo. Het ontbijt zit erop. Het is een prachtige dag hier in Bourg d'Oislin. Ik wacht nu even op collega's Arie Plugge en... Peter Hosman, die met mij de Alp zullen gaan bedwingen. Maar die zijn op de fiets hier naartoe gekomen om lekker op te warmen. Ik ben nog koud. Maar goed, ik zal het straks wel warm genoeg hebben, want het weer is vandaag echt schitterend. Anyway, ik meld me weer als we gaan lopen. Zo, eerste bocht voorbij. Dit keer zonder te hoeven stoppen. Dat is wel prettig. Maar ja, we wisten al dat het redelijk warm kon worden. En veel minder dan dit aanlukt niet. Dan loop ik hier in Menaki. En de kans dat ik halverwege van de berg gehaald word. Wegen zedennorm en zo. Collega's Daan, Peter zijn vooruit. Met de racefiets. Collega Arie zit achter me. Die viel het in de eerste bocht al zeer vies tegen. En inmiddels is hij dan achter mij gearriveerd en gaat hij me toch weer inhalen. Dus ik vermoed dat wij best wel gelijk op zullen lopen. Anyway, ik ga weer verder klimmen, adem sparen, want het is warm. We zijn weer voorbij bocht 11. Altijd voor mij. Tweede keer in me opgaan. Vorige keer ook een soort eikpunt voor mij. Vanaf hier heb je ook wat uitzicht op het dal. Eigenlijk naar beneden iets meer. Waarin je dus ziet dat hoeveel bochten hier nu hebben. Kijk, hier komt dat uitzicht. Daar ergens beneden zit Arie nog. Terwijl Daan en Peter al boven zijn, tenminste al een heel stuk boven zijn. Dit soort panorama's ziet met al die bochten. En je voelt je, net zoals dat ik me nu voel, vooral even nu oud, omdat ik net stilgestaan heb. Dan denk je wel eens, doe ik dit voor mijn lol? Ja. Pijn is fijn, bloed is goed. En quitting lasts forever, zoals iemand vanmorgen nog tegen me zei. Dus no guts, no glory, we gaan weer verder omhoog.
zag daar beneden in de verte heel wat bochten terug en een heel klein stipje rijden. Ik hoop echt niet dat het Arie was. En dan heeft hij nog een hele zware wedstrijd voor de boeg. Ik spreek jullie straks weer. Daar is hij dan. Het bordje. Bocht 0. Bas Mulder. En ik krijg kippenvel. Niet alleen omdat ik het gewoon lekker afkoel. Maar ook omdat ik nu door bocht 0 loop. En aan Bas en al die anderen moet denken. Die te vroeg de strijd met de kanker hebben moeten staken. Iedereen waarvoor ik hoop dat het bij komt. Aan mijn pa, die ik vanmorgen gebeld heb. Die waarschijnlijk toch weer onder het mes moet voor de behandeling van zijn longontsteking. Of complicatie van zijn behandeling van long- en prostaatkanker. Ik geef die verder. Ja, en als je ons dan zo op het terras ziet zitten, Daan en ikzelf, een lekker zonnig terrasje, dan zou je iets binnen kunnen schieten als leven in als een god in Frankrijk. Daan begint al te lachen, want het is eigenlijk meer afzien als een god in Frankrijk. Daan, of niet soms? Ja, zeker. Dus, maar goed, 2 beklimmingen in 3 dagen. We hebben het gehaald. Deze burger heeft goede moed voor Alpe d'Huez straks. Voor mij is het wel even genoeg inspanning voor mijn trainingsweek in Alpe d'Huez. Ik vind het mooi geweest. Ik ga lekker wachten tot Arie opgehaald wordt en met zijn auto naar boven komt. Dan kan ik lekker met hem meeliften naar beneden toe. En dan gaat het verder wel goed komen. Ik zie jullie later. Zo, daar zit Arie. Inmiddels weer vermomd als hier. Ja. Laatst wel als wielrenner. Hoe ging hij, Arie? Heel zwaar. Heel zwaar. Het was de allereerste keer voor mij de Alp op. Ik ben tot de helft gekomen, moet ik eerlijk zeggen. Bocht 10 was mijn, hoe heet het ook weer, het Waterloo. Toen moest ik het opgeven. Ach, balen, man. Dus, ja, dat was balen. Ik baalde er ook stevig van. Later ben ik nog omhoog gegaan om jou op te halen, Frank. En toen zag ik hoe dichtbij ik bij het andere dorpje was. Dus dat had ik nog wel kunnen halen, denk ik. Maar... Nou ja, hoe lang ben je hier nog? Ik ben morgen nog hier en dan ga ik zaterdag terug naar huis. Maar die Alp ga ik niet nog een keer doen. Okay, ik heb zelf gemerkt welke helling ik makkelijk kan. Dat vol kan houden, dat was mijn probleem. Ik kan gewoon geen ritme vinden dat ik vol kan houden. En die Alp is net iets te stijl. Zal ik maar... Trainen. Is trainen. Het 4 weken lang trainen. Ja. Een paar avonden in de week en in het weekend. Kleine verzet? Nee, ik denk dat dat wel goed is. Het is 32 achter geloof ik. Het is mooi zat. Ik heb al heel wat getraind op de postbank. Daar zijn de hellingen niet zo hoog als deze. Niet zo stijl. Ja, nou, normaal gesproken dan eindig ik altijd met waar mensen mij kunnen steunen. Ik denk in dit geval dat jij even wat stimulans nog kan gebruiken. Dus willen mensen jou steunen, dan kunnen ze naar http://ari.sbpad6.nl. Druk op steun mij. Ja. Sponsor deze meneer per beklimming. Dat geeft hem een extra stimulans om naar boven te gaan. Ja, dat helpt toch wel. Want... Ja. We geven hem duizenden redenen liefst om toch minstens één keer die verschrikkelijke berg voor Arie op te komen. Heel graag. Hartelijk dank, Frank.